Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag alweer de 14 maart 2022. En we zijn al steeds weer dichter bij de vakantie. En het is buiten nou ja, ik wil niet zeggen slecht weer, maar wel heel erg bewolkt. En waar ik naartoe ga, Tenerife, daar is het nu 24 graden. En ik weet niet of dat in de zon of in de schaduw is, maar het is in elk geval wat warmer dan hier en wat heldere weer dan hier. Dus we gaan wel vermaken hoor daar. Want ik ga samen met mijn broer en met zijn vriendin en zijn zoon. Dus we gaan daar ons kostelijk vermaken. En we hebben ook nog all inclusief daar in all inclusive bedoel ik. Ja, ik vind het altijd zo moeilijk om dat uit te spreken. Maar ja, maar we gaan zometeen gaan we eerst sporten. Ik ga naar de sportschool, ga ik even wat fitnessen doen. En even bij mijn zus kijken, want zij moet padellen. Ze is al goed aan het oefenen voor de aankomende toernooi, aankomende vrijdag. Dan begint het toernooi padel en tennis. Dus we gaan het zien. Zeilen? Ja, ze hadden niet gebeld. Ik weet het helemaal zo, ik zit even te dweilen. Ja, dat kun je wel doen. Je zet me niet erop hoor. Hè? Je zet me niet erop hoor. Nee? Nee. Waarom niet dan? Nee joh, ik sta er een keer stom op. Hoezo? Dat vind ik altijd zelf. Ah joh, dat is een mooie foto is dat hoor. Nee joh. Ja joh. Een foto. Ja, een foto. Moet je iets dichterbij er weer komen. Kan ik een mooie foto maken dan? Nee joh, ik hou niet. Je houdt niet van foto's? Ik hou. Dat is een stoppen. Hey, goedemiddag. Hallo. Hoi. Zo, ik ben klaar met sporten. Nu ga ik eventjes, denk ik, maar even een terrasje pakken. Of tenminste, even lekker een uitsmijtertje eten. Ik heb niet zo lang gesport hoor. Ik heb maar een half uurtje meegepadeld met mijn zus en twee anderen. En een 100 calorieën op de cross training gedaan. Dus, maar vanavond ga ik ook nog padellen en ook nog een beetje fitnessen. We gaan nu maar weer richting de auto. En dan ga ik even. Oh, zonnetje komt weer, dus. Even een terrasje pakken. Of ik ga even naar de eiland graag. Ik zie wel wat ik doe. Het zonnetje probeert wel door te komen, maar gaat nog niet echt lukken. Het is hier nog aardig rustig hier aan het strand. Het is ook nog niet echt zomer. Hè? De zomer moet nog beginnen. Het is nog maar net, de lente is nog maar net begonnen. Dus we moeten even afwachten. Maar over het algemeen is het wel lekker weer. Het is in ieder geval niet meer echt koud of zo. Ik heb eigenlijk helemaal niks te klagen, hè. Hoe mooi ik eigenlijk woon in Zeewolde. We hebben gewoon een strand. Wel niet met hoge golven of zoutwater. Maar het is hier gewoon echt heel prachtig. Echt. En vooral als de zon schijnt. Dan is het echt helemaal mooi hier. Kijk de omgeving. Appartementen. Zonnetje schijnt. Echt, dit is echt heerlijk om te wonen zo. Echt prachtig. En zaterdag en zondag wordt het ook echt goed weer. Volop zon. Zoals ik de weersverwachting moet volgen, zeg maar, is het prachtig mooi. Kijk, ik ben vandaag met de fiets. Dat is al heel wat voor mij. Ja, ik wil weer proberen 10 kilo af te vallen. Liefst 15 kilo. Maar we gaan zien of het gaat lukken. Want ik ga dan zeg maar de 29e vliegen wij dan richting Tenerife. Dan hoop ik toch wel dat ik misschien nog zeker 5 kilo af kan vallen. Dat zou mooi zijn. En dan kan ik daar weer wat eten en snoepen. En als we weer terugkomen, zeg maar, dat ik weer gewoon weer verder volop
gaat trainen, fietsen, skileren en padellen, fitnessen. Ja, daar ga ik weer vol tegenaan, want de laatste keer dat de corona was, heb ik echt weinig gedaan aan mijn conditie en aan de sport. Eigenlijk bijna niet. Dus het wordt zeker tijd dat ik weer actief ga worden. Ik heb een tijdje een beetje een moeilijke periode gehad. Maar daar ben ik langzamerhand wel weer een beetje overheen. Ik weet me nou ook weer aardig zelf te vermaken. Had ik eventjes een beetje moeite mee, maar... Ach ja. Je moet gewoon genieten, zeg ik altijd. Dat heb ik altijd gezegd. Dus dat moet ik nu ook doen. Genieten van het leven, zolang het nog kan. Red je dat wel dan? Dan doe ik morgen. Ja, dat kan ook. En Colinda komt ook zo. Ja, maar je hebt toch altijd drukke avond, hè? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nou ja, maar in het begin van de avond is het niet zo druk, hoor. Nee, hè? Nee, in het begin van de avond is het redelijk rustig. Ja, maar ja, het is nog geen 6 uur. Nee, dat is ook zo. En anders ga je toch een half uurtje overwerken. Of zeg ik nou iets verkeerds? Nou, ik denk dat mijn hond wacht op mij. Ja, dat is ook zo. Is Wim aan het werken dan? Ja. Oh. Ja, dan moet je wel voor Max naar huis. Ik moet wel voor Max. Maar ja, morgen nog één dag werken. Oh nee, morgen is dinsdag. Nee, je moet nog 2 dagen werken. Ja. Dat is niet erg. Nee, dat is ook zo. What to be, hè? What to be. Coat and the bee. Zo. Ook weer gedaan. Nou, nog één brood en dan... Nou, doe je best, hè? Zo. Hebben we Els ook eventjes weer gefilmd. Kunnen de kleinkinderen weer kijken, vinden ze altijd leuk. Als de oma weer op een film staan. Zeggen ze, oh, oma is op YouTube. Oh, leuk, leuk. Toch leuk, hè? Voor jou. Zo, kijk jullie, je wordt verwend door Els. Dubbel kaas. Dubbel kaas. Ik leg hem apart. Zie je dat, jullie? Jij wordt echt verwend door Els, hoor. Tjonge, jonge. Kijk. Apart voor Jutti. Ja. Zo. Tjaka. Tjakalaka. Oh, ik heb net gepadeld. Echt beren slecht. Slecht gespeeld. Zweten. Hartstikke warm daar in die padelhal. Poeh, echt. Niet te zuinig. Het was echt bloedje heet. Nou ja, de tegenstanders waren best wel goed en ik speelde met iemand die eigenlijk net begonnen is met padel. Ondanks dat hij net begonnen is, toch wel redelijk speelt. Maar hij moet eerst nog wat langer spelen en dan komt het wel goed met hem. Van 81, dus dan blijft 10 cent. En de camera is smerig. Ze wordt door ons al jaren ondersteund door mijn vrouw en ik. Dus anders zouden ze niet zo meer, niet meer zijn. Zeker in de rest van mijn familie ook. Ja. Maar al je andere familie woont ook wel? Ja, ja. Ik heb een aantal neefjes. Ze is aan druk in gesprek. Vertrokken naar Bogota. Eentje. Met iemand die aan Bogota in Venezuela of Colombia. Die kant op. De sancties. Die gaat daar naar familie opzoeken die hij... Al bijna 25 jaar niet meer heeft gezien. Maar het is wel heel spannend voor hem, want ja, zo, het is echt gevaarlijk daar. Dus hij moet waarschijnlijk met oude kleding moet hij daar naartoe. Dus ja, gaat denk ik wel goed. Ik hoop voor hem dat het wel goed gaat komen. Er zijn twee in Peru. Eentje die heeft nu... Zo, het is weer mooi geweest. Ik heb lekker gepadeld. Nou ja, lekker gepadeld, dus daar lieg ik een beetje over. Maar ik heb in ieder geval weer lekker gesport, dat wil ik zeggen. En ik sluit mijn vlog hier bij af. En ik zie jullie de volgende keer weer.
ik ga nu naar huis fietsen. En dan zeg ik alvast toi toi toi. En welterusten mensen. Tot de volgende keer. Doei doei.